Ja, hier is Fishy weer en welkom bij deze hele nieuwe Q&A. En nou een keertje gewoon random op een andere dag dan de zondag. Want ik doe niet meer zoveel de Q&A. Ik vind het af en toe leuk om te doen, maar ja, elke week deed ik het vroeger. Dat hou ik gewoon niet meer vol. Ik heb al 150 Q&A's geüpload, dus op een gegeven moment, nou, hou ik het gewoon op. Ja. Ik heb weer om Q&A-vragen gevraagd en die heb ik gekregen van jullie. Via Instagram Stories trouwens. En nou ja, ik zou zeggen, volg mij trouwens niet op social media. Doe dat natuurlijk eventjes. Fishnator, hè? NL is het gewoon natuurlijk. Op social media. Instagram, Twitter, Facebook. Dus ja, je kan me gewoon goddelijk volgen. De gameplay trouwens op de achtergrond is van Boerkampies. Dus dankjewel daarvoor. En ja, mocht je trouwens je gameplay ook willen zien op mijn kanaal. Dan kan dat natuurlijk fishnator1980@gmail.com. Je kunt het niet transferen, je kunt het verborgen uploaden en zo. Dus als je niet transfert, is het meestal van betere kwaliteit. Dus doe dat vooral. Dan, dan gaan we gewoon de qua vragen beantwoorden maar van deze week. Fabian heeft heel wat gestuurd naar mij. Ik noem hem gewoon even Fabian. Want hij heeft ook een paar hele rare vragen gesteld. De normale vragen ga ik beantwoorden. Hoe lang ga je naar bed? Nou, laat. YouTube live is eigenlijk meestal 's avonds. Op een of andere manier is dat meestal 's avonds. Ik denk dat het vooral komt omdat als je bijvoorbeeld samenwerkt met andere YouTubers, is het ook meestal 's avonds. De gemiddelde groep is jonger en ook de kijkers zijn jonger. Dus meestal is 's avonds het meeste YouTube verkeer, zeg maar. Dus je gaat best wel laat naar bed altijd. Ik denk dat je wel gewoon, nou ja, je moet niet graag staan te kijken als je gewoon om 1 uur gewoon altijd naar bed gaat. En dat klinkt misschien niet zo heel erg laat, maar nou, als je altijd 1 uur naar bed gaat, dan vreet het wel heel langzaam aan je gesteldheid. Ga je een nieuwe Call of Duty kopen? Nee, die ga ik niet kopen. Want ik zal hem hoogstwaarschijnlijk wel krijgen. Ik heb daar goede contacten mee. En de afgelopen 5 jaar heb ik, jezus, nou lijkt net een snoof, maar ik kreeg een kriebeltje in mijn neus. Nee, ik ben niet zoals andere YouTubers. Maar dan zeg ik, oh, je doet Call of Duty. Ik heb meestal wel geluk dat ik Call of Duty's krijg. Dus ik ga ervan uit in ieder geval dit jaar. Wanneer komt de volledige intro van Game News terug? Ja, dat is wel zoiets inderdaad. Mijn Game News intro, daar is niet eens copyright. Volgens mij is het zo dat ze bepaalde dingen hebben veranderd op YouTube. Waardoor een hele korte muziekclip van iets anders al copyright kan zijn. Volgens mij was dat vroeger iets van 10 seconden dat je kon gebruiken. Maar nou is het al na 4 seconden iets copyright. Dus ik heb de laatste 5... Game News afleveringen, die waren ineens copyright. Nou is het niet zo dat ik miljonair word daarvan, maar ja, het is toch kut om elke keer te zien, zeg maar, dat je gewoon, er is een auteursrechtclaim ingediend en zo. Dus ik heb gewoon mijn Game News intro verkort en eigenlijk vind ik het toch niet zo heel erg, toch? Ja, het klinkt wel lekker, een beetje vlotjes eigenlijk. Dus vandaar. Casper 2004 vraagt aan mij van Messi of Ronaldo. Ja, beide vind ik eigenlijk een beetje arrogant, als ik eerlijk ben. Maar als je gewoon naar de spelwijze, vind ik denk ik Ronaldo wel meer een echte speler. Dus dan moet ik toch voor Ronaldo gaan kiezen. Want Messi vind ik een beetje een luie speler. Eigenlijk, een beetje traag. Eigenlijk. Maar ja, laat vooral achter, ben jij voor Messi of ben je voor Ronaldo? Ja, de volgende van Jurien van de Velde. Hoop je voor een nerds-reunie met de squad of Modern Warfare? Dat is natuurlijk de volgende kans die hopelijk uit gaat komen, want dat weet ik nog niet op dit moment. Dat ik me inspreek trouwens. Ik wel, zegt hij. Ja, ik ook eigenlijk. Ik ben eerlijk, ik denk dat de beste tijden zijn geweest gewoon toen Modern Warfare 3 uit was. Daar heb ik ook het meeste plezier aan gehad van alle Call of Duty games. Zelfs ook wel met Black Ops 2, bijvoorbeeld dat ik met Erik Roto
wat was het ook weer? Weet ik wel. Dat je in ieder geval pro speler was. En Rotoblue heet het, ja. Rotoblue. En natuurlijk, wat ik ook echt van genoot is, gewoon de gun game. Hè? Party gun games van mij, Paul, Remco, Dino, bij Geri, ook nog. En lekker gescheld en gevloek en zo. Dat was ook geweldig gewoon. Vind ik echt hartstikke leuk. Dani vraagt ook aan mij. Van, vind jij ook dat de laatste jaren alleen maar slechte Call of Duty zijn uitgekomen? Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind alle Call of Duty's eigenlijk wel leuk om te spelen. Behalve echt, als ik echt een slechte Call of Duty mag opnoemen, dan vond ik dat gewoon al Advanced Warfare. Dat vond ik echt gewoon kut Call of Duty. Maar misschien wel van de afgelopen 5 jaar vind ik Infinite Warfare de beste Call of Duty. Dan Black Ops 4. Black Ops 3. Dan de rest, denk ik, zo'n beetje. Ja. Call of Duty Ghost is het ook binnen 5 jaar? Nou, dat is nu 6 jaar geleden, hè? Ja. Dus daar kan je niet echt een heel groot oordeel over vellen, zeg maar. Oh, je Call of Duty World War 2. Vond ik trouwens ook wel een leuke Call of Duty. Ben ik ook gewoon Prestige Master Level 2 mee of zo. Dus dat vond ik ook wel een goede Call of Duty. Dus, ja. De volgorde klopt niet helemaal, maar laat ik gewoon zeggen dat Infinite Warfare wel van de laatste paar Call of Duty's de beste is. Jules Barton. En Jules. Die vraagt aan mij van hoe lang ik nog bij mijn ouders ben wonen. Nou, daar woon ik al 3 jaar niet meer hoor. Nou, 4 jaar zelfs. Volgens mij eind van het jaar. 4 jaar al niet meer. Ik woon nu. Ik ben gescheiden, voor de duidelijkheid. En mijn ouders hebben me opgevangen. Na mijn scheiding. Want ik had er geen woning. Woon ik al hier alweer 3,5 jaar. Dus. En ik woon hier fantastisch. Ik heb een hele eengezinswoning. Tuin voor. Klein voortuintje. Klein voortuintje bedoel ik. Tuin achter. Zolder nog erboven. Aparte YouTube-kamers. Want ik heb er 2 tegenwoordig. Eentje voor Game News. Eentje voor. Ja, hier. Wat ik dan binnenkort ook nog een roomtour gaan doen. Want hij is bijna klaar nu. Mijn nieuwe YouTube-kamer. Met dank trouwens aan Elmar. Want die was hier en die heeft me geholpen. Maar ja, ik zou hier echt niet weg willen. Heerlijk hier. En trouwens, als je de Fishparty vlogs kijkt, zie je ook dat ik helemaal in mijn eentje woon. Check dat eventjes trouwens op mijn 2e kanaal. Linkje in de beschrijving. Even kijken, volgende vraag. Julian 023. Als je ergens mag wonen over de hele wereld, waar zou dat dan zijn? Ja, dat zou mijn stip zijn. Kroatië. Wat een geweldig land is dat. En vooral aan de kust en zo. Binnenland is natuurlijk nog steeds beïnvloed, zeg maar, door de Joegoslavië-oorlog. Er liggen zelfs mijnvelden. Maar de kust en zo, waar ik naartoe ben geweest op vakantie. Porrets, Pula. Waar is dat? Pula is dat? Ja, Pula. En in ieder geval die regio en zo is echt hartstikke mooi. Als je ook op vakantie wil, ik kan je het ook echt aanraden. De volgende vraag van Dead Sandra. Als je 1 ding opnieuw zou kon doen in het leven, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is een goede vraag, maar kijk, het probleem is eigenlijk, ja, misschien is het wel zo dat als ik iets fouts heb gedaan in mijn leven vroeger, had ik nu niet hier geweest en waar ik nu hier ben, nou, ik ben niet helemaal tevreden, maar laat ik zo zeggen, ik voel me wel gelukkig op dit moment, dus ja, moet je ergens spijt van hebben van iets wat vroeger gebeurd is? Er zijn heus wel dingetjes, ook YouTube-technisch en wat ik gedaan heb en zo, wat ik denk bij mezelf, nou, dat had ik beter maar niet kunnen doen. Maar, ja. Laat ik zo zeggen, ik ben in ieder geval nu blij met alles. Hoe het nu gaat. Ja, ik wil meer views, maar ik wil ook YouTube natuurlijk. Dus gewoon kijken, hè. En liken. Volgende vraag van Robin Sellers. Drank! Ja. Maak meer kapot dan je lief is, hè? Zeggen we dan. Nee, maar ik die dus alles eigenlijk wel. Behalve. Hoe heet ik weer? Amaretto, dat vind ik zo fucking smerig. Misschien omdat ik iemand echt over zijn nek heb zien gaan. Ook van Amaretto, wil ik het helemaal niet meer. Maar wat ik echt lekker vind is gewoon. Bacardi Cola, Vieux Cola.
Wodka-7, maar daar word je wel een beetje heel erg dronken van, want dat merk je niet. Een biertje vind ik ook lekker, maar vooral eigenlijk een biertje uit de tap. Tapbiertje is het allerlekkerste. En trouwens, bier moet echt heel erg koud zijn, want anders is het ook niet te zuipen. Maar ja, ik lust eigenlijk wel alles, dat kan ik wel eerlijk zeggen. Official Totally Mixed. Mixed up is het toch? Of mix, mix. Als je nog iets zou willen veranderen aan je set, wat is dat dan? Nou, ik zou best wel een tweede scherm erbij willen hebben. Ja, ik denk twee schermen. Ik denk dat het een stuk prettiger is voor mij om mee te werken. Ik heb nou hier mijn gewone scherm zeg maar voor het gamen. En hier gewoon een scherm natuurlijk voor de computer zelf. Editen erbij. Maar misschien een tweede scherm daarnaast voor het editen, dat zou wel fijn zijn. Verder ben ik echt hartstikke tevreden. Ik heb een super mooie PC. Ik heb externe harde schijven. Ik heb ook op mijn consoles heb ik externe harde schijven. Zelfs 4 terabyte op mijn Xbox One. En een terabyte nog erbij van mijn PlayStation. En ja, wat dan meer. Oh, wat zou ik nu wel veranderen? Nou, niks. Ik ben echt super tevreden mee. Ryzen 7 proces zit erin. Trouwens, daar heb ik ook een vlog van geüpload. Die moet je ook op mijn tweede kanaal kijken. Noem één ding wat nog niemand weet van jou. Marino Fij. Vraagt dat. Feyenoord? Wat ik nog niet heb verteld. Ja, is dat ik 1,70 ben. Denk ik. Ik denk niet dat ik het echt openbaar heb verteld. Ofzo. Ik ben wel klein manneke. Nee hoor, dat is echt gekheid op een stokje. Ik heb eigenlijk heel veel verteld. Heel veel. Misschien wel te veel. En wat was je favoriete programma toen je klein was? Oh my god. Ja, ik hield gewoon van tekens om te kijken. Wat ik echt allerleukst vond toen de tijd was DuckTales. Maar ik keek echt zoveel oude tekenfilms. Kennen jullie allemaal niet? Misschien He-Man en zo. En Thundercats. En wat nog meer. Wat keek ik nog meer voor? Hoe heet ik weer? Dommel. Dat zeg je ook helemaal niks, denk ik. Maar in ieder geval, dat keek ik vroeger en zo. Dat vond ik geweldig. Tekenfilms. Dat vond ik echt super. En weet je wat? We doen Lisaatje er nog erbij. Want die vraagt, wat is je favoriete bloem? Mijn favoriete bloem. Echt een meisje, hè, die dat vraagt. Wat is mijn favoriete bloem? Ik hou van allerlei soorten bloemen. Ik heb zelf toevallig net 2 mooie vlinderplanten plant in mijn tuin. Die zijn al wel zo groot, maar die worden echt een meter hoog of zo. En ik hou wel van gewoon allerlei soorten bloemetjes. Bloemen zijn toch hartstikke mooi. Het is toch fleurig ook. Hè? Het is niet dat ik niet in huis heb staan, want ik vind trouwens een bos bloemen echt duur. En hij gaat toch waarschijnlijk dood binnen een paar dagen bij mij. Maar ik word er wel blij van, ja. Of een hele mooie roos. Een roos kan ook heel erg mooi zijn. Dus. Nou, dit was weer de Q&A. Ja, dat was weer de Q&A. Dus ik zou zeggen, like eventjes natuurlijk. Abonneer natuurlijk eventjes. Volg me natuurlijk allemaal op social media. En weet je wat? Ik ga even reclame maken. Speel je Fortnite. Gebruik mijn support a creator key. Visionator-nl. En ik zou zeggen, bye bye later.